Een vrijdagavond in de Jacobuskerk. Ik ben bij pastoor Duinste. Pastoor, wat gaat er vanavond gebeuren? Vanavond gaat gebeuren iets heel bijzonders, omdat het 11 november is. 11 november vieren we het feest van de heilige Sint Maarten. En wie was Sint Maarten? Ja, wie was Sint Maarten? Sint Maarten is geboren in 314. Dus Heel, heel lang geleden. Zeg maar meer dan 1500 jaar geleden. En waarom wordt dat nog steeds gevierd? Waarom het nog steeds wordt gevierd? Omdat hij toch bijzondere dingen in zijn leven heeft gedaan. Zijn vader was officier bij de Romeinen. En eh, hij volgde zijn vader op. Hij werd ook officier eh, bij de Romeinen. En. Hij is geboren eigenlijk heel ver weg in Hongarije. Maar omdat dat Romeinse Rijk heel groot was, kwam hij met het leger terecht in Frankrijk. Maar Sint Maart had een goed hart op een avond in de winter, heel koud, toen zat hij te paard als soldaat en kwam hij een arme bedelaar tegen en hij had geen geld bij zich, maar die bedelaar had het heel koud. En wat deed hij toen? Hij kon zijn mantel niet weggeven, want die mantel was niet zijn eigendom. Dat was van het leger, van de staat. Maar hij was vindingrijk. Hij sneed de helft van zijn mantel door midden en gaf die aan die bedelaar. En. S'nachts ging hij naar bed toe en toen kreeg hij een droom. En toen in zijn droom verscheen Jezus. Ja, met de helft van de mantel die hij aan die bedelaar had gegeven. En Jezus zei, alles wat je aan mijn minste broeders gedaan hebt, heb je aan mij gedaan. Dat maakte zoveel indruk op de mensen, dat ze gaandeweg van hem zijn gaan houden. En hij werd eigenlijk, trok hij zich terug om alleen maar te bidden. Maar op een bepaald moment werd hij gekozen tot bisschop. Hij verstopte zich in een rok. De mensen zochten hem op. Ze vonden hem, doordat die ganzen begonnen te kwaken. En toen werd hij bischop van Amiens, nee van Tours, wat scheen verkeerd, Martine van Tours. En ja, toen hij overleed, vonden de mensen hem direct een heilig mens. Dan gaan we even naar vanavond toe: even een sprongetje in de tijd naar nu. Uh, leerlingen van basisschool De Vlinder die komen vanavond, die gaan met een lampion buiten lopen. Wat is het verband tussen die lampion en Sint Maarten? Dat is dat Sint Maarten heeft licht gegeven aan die arme bedelaar en die lampions drukken eigenlijk dat licht uit.